العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vierde koop is dat men onderhandelt over de onderhandeling van zijn broeder. In een hadith die Imam Muslim heeft overgeleverd. Zijn we begonnen trouwens? Van Abu Huraira radiyallahu anhu, die verhaald heeft dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: laat een man niet verloven over de verloving van zijn broeder. En laat hem niet onderhandelen over de onderhandeling van zijn broeder. De hadith gaat door natuurlijk, maar ik zal de hadith niet volledig noemen, zodat we niet afwijken van ons onderwerp. Wat is de onderhandeling boven de onderhandeling van de broeder? Dat is, of dat kun je in twee delen delen. Twee soorten of vormen delen. De eerste is dat twee partijen tot elkaar komen waarbij de verkoper en de koper met elkaar gaan onderhandelen en akkoord gaan over het product en het bedrag. Er is al onderhandeld. Beide zijn akkoord. Maar de werkelijke koop is nog niet voltrokken. En dan komt er een derde die dan gaat onderhandelen over een andere prijs. Over een andere prijs, hetzelfde product. Dit is niet toegestaan. De vraag is: is zo'n koop dan wel geldig? Is zo'n koop dan wel geldig? Daarin verschillen de geleerden. Hetgeen wat het dichtst bij het bewijs is, is dat zo'n koop wel geldig is. Datgeen wat niet toegestaan is, is de onderhandeling. Boven de onderhandeling van de broeder. Waarom is de koop wel geldig? Omdat de koop niet voltrokken is, nog niet voltrokken is. En beide nog niet
uit elkaar zijn. En waarom is het dat de onderhandeling niet toegestaan is? Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam dat verboden heeft. Zodat het ook weer geen kloof veroorzaakt tussen de broeders of de zusters. Tweede voorbeeld is de veiling. De veiling, in de veiling heb je onderhandeling. De ene biedt, de andere biedt boven, de andere biedt nog boven, nog meer boven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat ook gedaan. In een hadith die imam al-Tirmidhi heeft overgeleverd. Sorry. Deze hadith is daif. Verklaard door imam al-Albani. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat zelf niet gedaan. Maar het is wel in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebeurd. Waardoor het ook geaccepteerd is. En er is een overeenstemming onder de geleerden dat deze zaak toegestaan is. Maar wanneer het niet, of wanneer het enkel en alleen onder twee partijen zich bevindt, dan is het niet toegestaan om deze onderhandeling te onderbreken, of wanneer de onderhandeling klaar is en alles akkoord gegaan is, boven deze onderhandeling te onderhandelen. Volgende vorm van koop, wat niet toegestaan is, is de koop van een of de verkoop, sorry, moet ik zeggen, de verkoop van een persoon die in een stad woont. Aan een persoon die in een woestijn loopt, of sorry, woont, dus aan een bedouin. Maar de bedoeling hiervan is niet puur letterlijk de stedeling en een bedouin, nee. De bedoeling hiervan is dat de koper zich dusdanig gedraagt dat hij alles koopt en met de prijs gaat stijgen. Oftewel,
zelf gaat bepalen hoe hoog de verkoop zal zijn. Dat heet bij in het Arabisch een ihtikar. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Maar dat begint met mono nog wat. Misschien dat de zusters of de broeders dat kunnen of weten. Monopolie. Dat men een... Nee, maar dat men een monopoliepositie heeft. Dus dat hij als enige is die deze zaak kan kopen en ook kan verkopen. Hoe deden ze dat? Waarom zeggen de geleerden of spreken de geleerden over een stedeling en een bedouin? Dat wanneer de steden, want wanneer zeg maar de karavaan kwam, waarin handelswaar zich bevond, dan gingen sommige stedelingen al uit hun stad richting de karavaan. Ze spraken hen aan in het woestijn en ze kochten alle producten die zij willen kopen, zodat zij een monopoliepositie hebben in de stad waarin ze verkopen. En op dat moment gingen de prijzen omhoog. Dus er was geen concurrentie tussen de handelaren. Dus de andere handelaren konden het niet meer kopen, waardoor zij alleen maar degene waren die als enige zo'n product konden verkopen. En zo worden de mensen eigenlijk min of meer belemmerd in hun zaak en kwaad berokkend in hun voorzieningen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith die imam Bukhari heeft overgeleverd en imam Muslim van Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Salaam, rahmatullahi wa barakatuh. Hey, tfaddal. Kom sa. Kutub al-Arabiyya. Adad min al-Nusakh. Hey, mustawa. Mustawa al-Awwal. Kunna ma'akum Ustaz Sa'id al-Fayyid? Nah. Shuf al-Akh Sa'ib al-Sami. Huwa qad sa'al ما في تحت؟ سأسأله أولا مع من اتفق. طيب. حتى أكون مع الشخص المناسب. يلا. بارك الله فيك. تريد نيت أوف ني أنتموت أنتموت ذا كارافان نيت بايتن ذا ستاد أن لات خين ستيدلين verkopen aan een bedouin. Toen zei de
Rawi, de overleveraar, tegen Abdullah ibn Abbas: wat betekent verkoop of laat een stedeling niet verkopen aan een bedewin? Toen zei Abdullah ibn Abbas: laat hem niet voor hem een makelaar zijn. Die tussen hem en de handelaren een tussenpersoon is. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat zo'n handelaar naar buiten, die ziet de karavaan, die zegt tegen de bedewin: zorg ervoor dat je jouw product voor zoveel en zoveel verkoopt. En niet voor minder. Of hij zegt tegen hem: jij moet het niet verkopen, ik verkoop het. Laat mij de verkoop doen. En dan gaat hij de prijsbepaling. Dan gaat hij de prijsbepaling doen. Wat betekent dat? Dat hier eigenlijk de prijs omhoog gaat, terwijl de prijs eigenlijk veel lager, of het product met veel lagere prijs verkocht kon worden, indien de bedewien dat verkocht heeft. Duidelijk? Dus wat heeft die tussenpersoon gedaan? Deze tussenpersoon heeft ervoor gezorgd dat de prijs onnodig omhoog gaat. Alleen maar omdat hij ertussen zit. Dus, en dat is een vermoeilijking voor de mensen. En dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam in een andere hadith, die ook Imam Muslim heeft overgeleverd, en dit legt ook de vorige hadith uit, van Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: laat niemand of laat niet een stedeling verkopen of kopen aan een bedewien. Laat de mensen met rust. Allah zal hen van elkaar voorzien. Allah zal hen van elkaar voorzien. Oftewel, laat een bedouin kopen van wie hij wil en verkopen aan wie hij wil. Zorg ervoor dus dat je niet een tussenpersoon wordt waarbij je de prijs alleen maar omhoog laat schieten. Wanneer wordt zo'n koop verboden? Ofwel niet verboden, maar teniet gemaakt, oftewel vals. Dus dan geldt deze koop niet. Wanneer de stedeling onwetend is over het bedrag, oftewel over de kosten en het bedrag van zo'n product.
Want wanneer hij wel weet wat het bedrag is, dan zal hij dat niet verhogen boven het bedrag. Dus hij gaat zaken verkopen zonder dat hij weet wat het bedrag is, waardoor dus het bedrag weer gaat stijgen. Wanneer, dat is een tweede mogelijkheid, wanneer de mensen daar een groot behoefte aan hebben, aan zo'n product. Dus wanneer de vraag veel is. Dan is het ook niet toegestaan en is zo'n koop ook ongeldig. Want wanneer de vraag hoog is, wat gebeurt er dan met de prijs? Die stijgt. Wanneer de vraag hoog is, dan stijgt die. En daarom is het belangrijk, juist om het makkelijk te maken voor de mensen, dat je er niet voor zorgt dat je een monopoliepositie hebt en dat je de Bedouin zijn producten laat verkopen zoals ze zijn. Want als jij daarmee gaat bemoeien en alles gaat kopen terwijl jij weet dat de vraag hoog is, dan zul jij ook daarmee de mensen kunnen beschadigen door de prijs zo hoog mogelijk te maken, waardoor dus alleen maar de rijken zullen nemen en niet de armen. En daarom is het belangrijk dus dat op dat moment de Bedouin zelf dat verkoopt. Zo zie je dus dat de islam wetgevingen maakt, ook in het kopen en verkopen, waarbij rekening gehouden wordt met de toestand van de mensen, met de broederschap en met de eerlijkheid en rechtvaardigheid tussen de mensen. Dus foute verkopen, oftewel foute vormen van koop of verkoop, is niet alleen maar gebaseerd op het feit dat men elkaar gaat bedriegen of chanteren of afpersen of onrecht aandoen op pure letterlijke zin. Nee, het heeft ook te maken met het gevoel wat jij, jouw broeder, of waarmee jij jouw broeder bejegent. En wat jij veroorzaakt bij je broeder. Wanneer zo'n vorm van koop of verkoop tot een kloof leidt, dan is het niet toegestaan om zo'n koop ook of verkoop aan te gaan. Dus wanneer jouw broeder zich gekwetst voelt of zich onheus bejegend voelt middels zo'n vorm van koop of verkoop, dan moet je dat dus niet verrichten. En we hebben ook eerder duidelijk gemaakt dat koop of verkoop die gepaard gaat met schaamte, is die toegestaan? Dus dat men koopt ondanks, of verkoopt ondanks het feit dat men dat niet wil, dat is niet toegestaan. En daarom is het dus belangrijk dat je ook rekening houdt bij de koop en verkoop met broederschap. Nou.
Ah, tevallen. Wat geloof ik. Volgende koop, wat niet toegestaan is. Is de koop van Al-Ina. De koop van Al-Ina. Wat is de koop van Al-Ina? De koop van Al-Ina is dat je een product verkoopt. Met een uitgestelde betaling. Vervolgens koop je terug van degene waaraan je verkocht hebt met minder geld, met contant geld. Ik kom zo. Ik denk dat het zelf niet. 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 Ik denk dat het zelf niet.
Wat hebben we gezegd? Broeder Fayez heeft een pen die heel mooi is. Broeder Mohammed die koopt de pen voor 100 euro. Maar met een uitgestelde betaling. Deze uitgestelde betaling, of nadat hij deze zaak heeft of deze pen heeft gekocht, verkoopt hij dezelfde pen aan broeder Mohammed. Maar dan wel met een lager bedrag en een contante betaling van broeder, niet Mohammed Fayez, van broeder Fayez aan broeder Mohammed. Wat is het uiteindelijke resultaat? Broeder Mohammed? Ik weet niet, ik ben verdwaald. Je bent verdwaald. Ja, je hebt betaald voor hetzelfde. Jij koopt de pen voor 100 euro. En je gaat hem pas over volgende maand betalen. Ja? Maar dan verkoop je weer dezelfde pen terug aan Fayez voor 90 euro. Maar hij geeft jou contant het geld. Wat heb je dan op dat moment gedaan? Ik heb 90 euro. Je hebt 90 euro in zak. Toch? Ja. En wat heeft hij? Jawel, zijn pen. Ja, zijn pen, maar... En hoeveel moet jij terugbetalen? 10 euro. Sorry? 10 euro nog. Ja, 100 euro. Hoeveel moet jij terugbetalen? Ik moet 100 euro geven. 100 euro. 90 euro teruggeven. Hoeveel heeft hij jou gegeven? 90 euro. 10 euro nog schuld. Juist. Nee, je moet hem nog 100 euro betalen. Je bent hem 100 euro schuldig. Je hebt 10 euro lager. Ja. Dus je moet, hij heeft voor jou, of je hebt hem weer gekocht voor 10 euro lager. Dus je hebt 90 euro in zak, maar je moet 100 euro betalen. Hoe heet dat? Bij' al-'ayna. Al-'ayna. طيب. Wat is het resultaat van bij' al-'ayna? Bij' al-'ayna, het resultaat daarvan is rente. Want wilde jij daadwerkelijk deze pen kopen? Als jij hem direct terugverkoopt? Nee. Wat wilde jij? Winst maken. Nee, hij wilde cash. Hij wilde helemaal geen winst maken. Hij wilde cash. 90 euro. En maar hoeveel moet hij uiteindelijk betalen? 100. Dus eigenlijk is het een soort van verdraaide lening. Alsof jij tegen hem zegt, leen mij 100 euro, neem mij 90 euro, contant, dan geef ik je later 100 euro terug. Leen mij 90 euro, contant, dan geef ik je later 100 euro terug. Dat is een vorm van rente. Begrijp je? Maar je hebt een middel gebruikt om eigenlijk riba te willen omzeilen. En dat is precies wat ook de vele ongelovigen doen. Ze omzeilen, hè, zoals Joden bijvoorbeeld, en sommige christenen, ze omzeilen bepaalde wetgevingen. Waarbij ze zeggen, nee, we hebben het niet gedaan. Maar deze omzeiling, dat heet al-hila in het Arabisch. Al-hila is een grote zonde. Is een aparte grote zonde boven het feit dat er op zichzelf de zonde gepleegd is. Dus er is riba en er is een omzeiling. Snap je? Maar als de boer wel het geld had gekregen, dan moet het wel. Sorry? Als de boer wel het geld had gekregen, die 90 euro. Ja? En hij koopt hem daarna weer terug voor 100 euro. Ja? Maar het is wel een transactie geweest. Mag het dan wel of niet? Er is een transactie geweest? Ja. Want net zoals ze zeg maar, hij heeft iets gekocht, maar nog geen geld gekregen. Hij heeft 100 euro gegeven. Ja, zelf, hij heeft hem wel geld gegeven. Hij heeft hem wel geld gegeven. Ja. Gebeurt dat? Gebeurt dat? Ja, dan is het toegestaan. Omdat hij het geld heeft ontvangen.
omdat hij het geld ontvangen heeft. Tenzij dat we ook weer eens een vorm van een hele is. Dus hij heeft dat geld even ergens geleend. En hij zegt tegen diegene, ja, binnen een uur krijg je hem terug. Dus hij gaat het alleen maar gebruiken om weer deze zaak te omzeilen. Snap je? Maar wanneer hij hem daadwerkelijk heeft gekocht met de intentie, ik wil hem kopen. Maar vervolgens koopt hij hem terug. Dan zegt hij, ja, maar goed, hij heeft nog de mogelijkheid om het terug te krijgen. Stel je voor, de andere zegt nee, je krijgt hem niet terug, de koop is geschied. Ik wil hem wel terugverkopen aan jou. Dan mag hij ook winst maken, daar is niks mis mee. Dan mag hij, ook voor minder, toch? Hij mag voor minder verkopen. Maar, stel je voor, en dat is wat eigenlijk gebeurt, dat hij zegt, ik wil hem voor later, ik wil de betaling later doen, en dan gaat hij hem weer terugverkopen, zodat hij cash in zijn handen heeft. Dat is een vorm van al-ina. En dit is ook een vorm van twee verkopen in één koop. Want deze zaak is twee keer verkocht. In één zitting, in één handeling. In één zitting, twee keer verkocht. Dus dit is weer hetzelfde. Twee verkopen in één koop. Of al-ina staan gelijk aan elkaar. En dat is pure rente. Pure rente. Zoals vele geleerden dat zeggen, waaronder ook Imam al-Albani. En in principe, de meeste geleerden hebben deze zaak verboden verklaard. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook duidelijk gemaakt in de hadith die Abdullah ibn Umar radiallahu anhu heeft verhaald. En door Imam Abu Dawood is overgeleverd. Hij zegt, ik hoorde de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeggen, indien jullie verkopen middels al-ina en de staarten van de koeien nemen en tevreden zijn met vegetaties of met vegetatie en al-jihad verlaten, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jullie een vernedering, of jullie bestraffen met een vernedering die hij niet van jullie afhaalt totdat jullie terugkeren tot jullie godsdienst. Wat betekent dat? Dat een van de zaken die verboden zijn en die ons doen vasthouden aan het wereldse leven is de verkoop in al-ina. En deze zaak is ook gebeurd in de tijd van de Sahaba, radhiyallahu alayhim. Een hadith die Walad Zayd bin Arqam al-Ansari, radhiyallahu anhu, verhaalt. En deze hadith is overgeleverd door Imam al-Dayrakutni en sahih verklaard door Imam al-Qayyim. Hij zegt dat deze Walad Zayd ibn Arqam al-Ansari zei tegen Aisha radiallahu anha, o moeder van de gelovigen, ik heb een slaaf gekocht van Zayd ibn Arqam voor 800 dirham met een uitgestelde betaling. Waarop ik deze verkocht heb. Waarop ik deze verkocht heb met 600 dirham cash.
contant. Toen zei Aisha radiallahu anha tegen haar: slecht is hetgeen wat je hebt gekocht en hetgeen wat je hebt verkocht. Zijn jihad met de profeet sallallahu alayhi wasallam is teniet gemaakt tenzij hij daarvoor tauba verricht. Wie? Zayd ibn Arqam. Dus zij heeft een slaaf voor Zayd ibn Arqam gekocht voor 800 euro met een uitgestelde betaling. Vervolgens heeft zij dat verkocht met wat? Met contant geld. Dus dat betekent dat zij 600 dirham heeft geïnt. Wat moet zij nog terugbrengen of teruggeven? 800. En dat is pure rente. Dat is pure rente. En elke zaak wat op rente lijkt of rente is, is verboden. Er is een ander vorm van koop wat wel toegestaan is. Het verkopen van een product met uitgestelde betaling. Het verkopen met uitgestelde betaling, daar heb je twee mogelijkheden in. Eerste mogelijkheid is uitgestelde betaling met een vermeerdering van het bedrag. Van het oorspronkelijke bedrag. En een verkoop met uitgestelde betaling zonder vermeerdering van de oorspronkelijke bedrag, het oorspronkelijke bedrag.
De eerste, het eerste voorbeeld, dat is pure rente. Dus Mohammed koopt van Faiz de pen. De pen kost oorspronkelijk 1 euro. Maar Mohammed zegt, ik heb die 1 euro niet. Dan zegt Faiz, ja oké, betaal dan later 1,50. Na een maand bijvoorbeeld. Dat heet wat? Rente. Dat heet rente. Tweede is dat Mohammed ook weer na een maand maar 1 euro betaalt. Dus zoals het oorspronkelijke bedrag. Is dat toegestaan? Dat is toegestaan. En dat is een vergemakkelijking voor de moslims en de mensen over het algemeen. Zijn er vragen over hetgeen wat afgelopen is, of over het afgelopen stof wat we behandeld hebben? Zijn de voorbeelden duidelijk? Zusters? Nee, er zijn geen vragen. Zusters via Skype. Wat is hetgeen wat jullie niet hebben gehoord, zusters? De hadith was, er is een hadith die de zusters niet hebben gehoord. De hadith was, laat een stedeling niet kopen van een bedouin. Laat een stedeling niet kopen van een bedouin. Heb je hem? Ah, oké. Een andere hadith. Ontmoet de karavaan niet buiten de stad. Dus tussen haakjes buiten de stad. En laat een stedeling niet
kopen van een Bedouin. Dat is de hadith. Hebben jullie nog meer vragen? Verkoop van een persoon die in een stad woont aan een koop aan een persoon die in de woestijn woont. Nee, het is niet verkoop, dan heb ik me versproken. Het is een koop van een persoon in een stad die van een persoon van een woestijn. Nou. Dus dat de stedeling koopt van een bedouin. Misschien is het beter dat jullie ook allemaal dat verbeteren. Goed. Hoe laat is Isha? De hoofdstad staat half acht. Dan zijn we er verder overheen. We gaan inshallah afsluiten. En morgen komen we weer vanochtend bij elkaar voor de tafsir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zeg nog een keer.